Goedemiddag vanuit Veldhoven, waar vandaag de dansmasters worden gehouden. En 2000 mensen zijn hier aanwezig, waarvan het merendeel in carnavalskleding is gekomen. Het publiek hier in de zaal vermaakt zich vooral met veel bier en luid supportersgezang, zoals een half uur geleden toen Vincent van der Voort aan de beurt was om zijn partij te gooien. Het volgende fragment is gemaakt aan het begin van zijn partij. Dus van der Voort. Twee uur geleden speelde een ander Nederlander, Michael van Gerwen. Ik sprak hem na afloop van zijn derde ronde partij. Michael van Gerwen, gefeliciteerd met je overwinning op Kevin Peter. Gisteren zei je dat je voor geen reet gooide. Hoe voel je het vandaag gaan? Ja, vandaag ging het zeker een stuk beter en ik ben zeker blij met hoe ik speelde. Ik speel een stuk beter, 20 punten meer. Maar wat kan ik ervan zeggen? Het is gewoon, ik heb het toernooi nog niet gewonnen. Ik zit al in de kwartfinale en ik wil het toernooi ontzettend graag winnen. En ja, daar heb ik mijn rust dadelijk goed voor nodig en zorgen dat ik straks geen fouten maak. We spraken elkaar in oktober ook al. In de tijd is het veel gebeurd. De Players Championship gewonnen, WK natuurlijk gewonnen. Hoe heb je deze twee maanden beleefd? Ja, natuurlijk is er een sneltrein van mij gegaan. Natuurlijk, mijn grootste droom was het WK winnen. En dat doe ik dan ook. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is gewoon fantastisch. Maar nu komt de moeilijkste natuurlijk, om het jaar te evenaren. Ik kan het, ik weet het. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enigste. Je wil het ook doen. En ja, daar is heel veel energie voor nodig, maar ik denk wel dat ik klaar voor ben. Nou, dit toernooi wordt in Nederland gespeeld. Het is het enige PDC-toernooi in Nederland. Hoe belangrijk is het voor jou om hier goed te spelen voor het eigen publiek? Ja, zeker. Ik woon hier 20 minuutjes vandaan. Je wil natuurlijk hier gewoon winnen. En ja, ik ben gewoon ook de grote favoriet, maar er komt natuurlijk ook dan de druk bij kijken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat ik er wel aan kan. Ik heb genoeg toernooien van tevoren gewonnen en we gaan het zien straks. Ja. Wat zijn je doelen voor de rest van het seizoen? Mijn doelen, ja. Het is belangrijk om de eerste plek op de Order of Merit te verdedigen? Ja, natuurlijk. Die wil ik aanhouden natuurlijk. Dat spreekt voor zich, maar ik ga kijken welk toernooi ik nog niet heb gewonnen, net de World Matchplay. Ja. En ja, ik wil gewoon ieder toernooi winnen en ik ben gewoon een winnaar. Ik hou niet van verliezen en we zullen zien waar het schip strandt. Al dus een vertergde Michael van Gerwen die gebrand is op de eindoverwinning op de Dutchmasters. Via onze website svj.hu.nl kunt u een sfeerverslag van de Dutchmasters vinden. Tevens kunt u daar het interview met Van Gerwen terugluisteren.